De voorzitter van de vakcentrale Z47, Robbie Berenstein, vindt dat de regering spoedig moet praten met de vakbeweging over de kwestie van het minimumloon. Volgens a voorzitter voor Z47, ding rokomang nomaro komoro langa tap basis voor ouro minimumloon. Dat na wan tori zo'n tak nanga meneer Berenstein. Atra tori, ik go over dat die a vakbondsleider vindt dat hij dat dingen groot multinationals sang in roko kultuna in hun kondre moest liever moro bijdragen, moro money kon in een staatskas. En hij vindt dat hij landi met onder andere regering moest go taki naar de bigi bedrijven die zien fafu de kan srekazani voor gipchi moro money want a economia no e lolo na fasi. Umbetak nanga Robbie Berenstein abra verschillende onderwerpen rakende arbeidsveld nanga a economie. A laatste assemblée van de arbeid zo wabi. Toen me kwam analyse voor saip saina kondre. Mi be mankeri. Ja. In ieder geval zo tak dape onder andere na taki a programma. A probleem zo abama programma. Je shitaki de lasten, ja, de maatregelen zijn trekken. Allemaal zijn afwentelbaar op de schouders van consumenten, werkers. We mankeren maatregelen, ze spreken aan specifiek de goede wang, de goede wang. Ja. Ja, toch? Waardoor we vinden dat de lasten niet praten. Volgens dat principe zijn altijd toen huldig dat keren, bredere schouders, zwaardere lasten. En we doen de regering een aantal voorstellen. Dat is dat die, met name om dat van jaren. Look onder andere de goed maatschappij. Look dat die in de afgelopen jaren, ze namen wang bij wang, I am good, want tweede wang. Kom bij, ja, dus een volume groot. Plus een prijs gaat ook toe. Dus minstens nu een prijs naar van wie staat te doen. Weet je? Dus er gaat veel meer om in die sector dan een aantal jaren terug. Kom, ik zou kan vinden dat. Want ik wil hem liever een bijdrage. Toch? Ik wil hem chim inkomen. Kijk, van substantieel de maat inkomen steeds wat meer gaan liever. Zonder voel. We gaan brokken over de inkomsten naar de sanatie. Weet je? En we hebben de regering een aantal specifieke dingen aangegeven. Waar ze naar zouden moeten kijken. Ja, en. Dus. Dat na een biggie. Fuka. Een biggie fuka sawabi. Wat betreft een herstelplan. De besprekingen die gaande eten. De regering beloofd moet dat want dat keer geoudit de bedrijf, de belofte dat geoudit te komen. Dus wat dat betreft zijn we in afwachting. Maar belangrijk zijn ook toe, omdat door de maatregel, dat je ziet dat de koopkracht van de bevolking gaat verschrikkelijk achteruit. En daarom, een van de belangrijke dingen die ik heb gezegd, ik heb een rokobasi, ik heb een passasan aan, maar ik heb een kalasan aan rokobasi. Heb je dat? Dus, met lanti doen we een tasan ook toe. Ja? En wat is dat? Koosrek afstand van minimumloon. Koosrek afstand van minimumloon. Ja? En dat ben je shitaki, waar we een dispuut over een hoogte. Toch? Over de hoogte van minimumloon. En Luko, hoe vindt dat? Want Luko, wat is dat? Je vindt dat? Bedrijf liever nog maar een paaien. Maar dan, wat is dat? Hoe vindt dat hier? Eén, in zorg is dat een beetje nog maar een paaien. Los van het feit dat we ook problemen hebben met de procedure. Is dat toch? Dan hebben we dus ook voor wat betreft een vastgestelde hoogte, wel een probleem. Ja?
Omdat, ik zei met Egi, die ik in mijn pai, kan een boemboe argument. Ja. Want ons surf naar smaak doet ook, ons surf moest alibi doet ook. Ja toch? Ons surf aan mond van hoe doet ook. Dus mij is sorry wel, dat ik hier en al, dat dit op zijn minst, want je bent op van hoe doet. Voor mijn zorg des maffing. En, nou Lucas aan je, voor jou bedrijf voor wang. Want het probleem dat na bedrijfsleven kan hebben, dat we gaan dat niet kunnen betalen. Nou Lucas aan voor jou lek bedrijfsleven voor wang. Want na de same man, zou ik klagen, dat de business neerdraai, ja toch? Maar van je business moest draaien. Dat is mijn kom bij naar je toch? Op krachtversterking. Op krachtversterking. Weet je? Dus het punt dat ik wilde maken, door die koop, door die maatregelen, dus mijn koopkracht achteruit, ja. Verschuiving voor koopkracht vinden plaats. Ja. Toch? Want P bent ja, kootaki, want Fifi Bartje. Ga naar een forum winkel voor ze. Of weet ik veel wat voor winkel. Nu naar Dusung. Toch? Nu dat dusen hangen is omdat if you have same consumptiepatroon, yeah. Weet je? Dus er is koopkrachtverschuiving plaatsgevonden. Toch? Dus als een Spanje baka, voor smaden in staat voor bijzani, voor laat me zeggen business kan draaien baka. Yeah. Maar if je tal Lucas aan eng, dat je minimaal een pai, dat want dat je minimaal iets toe. Je noemt maar verdient toe. Is dat niet toch? Dus, laat dat ding breder worden bekeken. Dus dan gaan we even dat we eens doen. Nu. Maar, u heeft twee zaken aangehaald. U heeft aangegeven, regering moest goed tak naar de goudmaatschappijen zonder verbroken overeenkomsten. Een vakbond, met name C47, tja deskundigheid voor Stuka de Sandici. Ruimte de vanuit de bedrijven, de grootmaatschappijen voor leverwang bijdragen voor je verhoog aan koopkracht. Dus als ik door kan verhoog aan koopkracht direct voor de smafding. Ja. Maar waar ik het over heb, ik heb het over een grotere bijdrage. Aan die economie, ja toch? Aan die economie, ja, na amoni voor sa, als er na economie kan verdienen, na de goede activiteit, waardoor een last voor de workman, dan de tratrasma, de kleine verdieners in de samenleving, electie. Ja toch? Omdat als je dat doet, dan is steeds naar je kon toch? Dan steeds naar je kon. En dat is altijd heavy. Weet je? Dus, maar, voeg op ching iets gedetailleerder in te passen. Dat ik zei al, dat je ziet dat je een productie kreeg, een volume kreeg, een prijs kreeg. Toch je ziet dat je een bijdrage. Voor de maatschappij naar de economie en belastingen en zo aan ook kring. Dus wij zeggen van kijk, laten we samen nagaan toch, wat daar aan de hand is. Ja toch? De regering heeft de mogelijkheid het bedrijf te vragen van hier en daar. Kom, precies, ik zei niet boeken. Die maar audit voor de boekoefie. Ja toch? Dan heeft de boek via klop, dat probleem niet hè. Maar je verblijft dat je onterecht je benadeelt niet. Toch? Dan, ik kom across. Ja. Maar ten aanzien van. Voor... Dus dat onderzoek en daarvoor hoef je geen overeenkomsten te gaan openbreken. Ja. En dat is één. Ten aanzien van die versterking van die koopkracht algemeen. Het punt is dat er een discussie nu is ontstaan als de bedrijven
het minimumloon zouden kunnen betalen. Ja. Nu zien we ook dat de bedrijven, bepaalde bedrijven, gelijktijdig hun diensten ook verhogen. Toch? We gaan geen namen noemen, maar we kennen een bekende bedrijf hier in ons land. Zolang we een sande aan mijn verhoging prijs voor aan brede. Toch? Aan soft, aan dis, aan zo. Toch? Dus if de man tak de man aan mijn pai, vijf jaar relatie dat aan de verhoging schaal met jou kon gelijktijdig naar alle ontwikkeling op de internationale markt. Zij dat ik dat cruciaal zijn, brood en dat soort dingen. Weet je? En ik denk dus dat de overheid een taak voorziet erop toe dat we een soort bedrijf ja, die om te verhoging komt onterecht. En toch? Taboe. In ieder geval de eerste levensboer. Heb dat nou goed? Dus de overheid heeft een biggie plicht daarbij. Omdat je kan ervan uitgaan dat je van anders gaat zeker zeggen van hier en dan. Meer is omhoog gegaan, dit is omhoog gegaan, dat is omhoog gegaan. Maar laat die overhand, die overheid, controleren als dat inderdaad zo is. Als inderdaad terecht, ja, vanwege verhoging van grondstoffen, de prijs van brood in dit geval, is verhoogd, weet je. Maar trassen die ook toe. Wees je ook toe dat je de staatsbedrijven, nutsbedrijven, die verhoogde tarief en die ook bijten. Ja. Die ook bijten. Die in het kader van het programma, het IMF-programma, die kondig een verhoging aan. Voor waterleiding bijvoorbeeld, Bisabi, dat waterleiding, Tangano, en we ook op een koers voor 14 zoveel. Terwijl het bij jou wat pomp en pijpen en dat soort dingen. Na 21 zoveel heb je. Dus ze hebben ook inderdaad verhogingen aangekondigd. Maar ook dat bij. Na IBS. De overheid moet ook dat keer. Een boom. Je kan verhogen. Maar ook efficiënt je productie. De. Zeker in het geval voor stroom. Altijd toe access aan dat. Het keer. Je moet efficiënt prijs. Je neemt verspil olie of weet ik veel wat dan ook. Je moet efficiënt prijs. Weet je? Dus los voor een koersverhoging zijn in de plaats. Hoe kan peel kan saneren? Ja? Om saneren? Wat doe ik bijvoorbeeld? Nou. Ja, hij staat in een stuw meer. Als hij nou ook is, want dat is maar precies zo. Maar, een capaciteit voor stroom op via waterkracht. Dat kon versterken. Weet je, en waterkracht is goedkope energie. Ja, in het geval dat koud zijn, dat prijs toen. Die presenteert me een nieuwe prijs. Ik zei het ook. Kijk nou bijvoorbeeld, is de meer gewoon voor Holland. Je hebt plotseling een overschot van zonne-energie naar wind. Dat is mijn cheese money. Is dat het ook? Yeah. Want een maatschappij is dan een overschot. Dus, een maatschappij is dus maar money voor let de fire. Dus maar let om een fire naar het staan. Weet je? Alleen omdat die bedrijven hun energie kwijt kunnen, want er is een overschot. Ja. Hier gaat dat niet het geval zijn. Maar wat wel het geval is, dat je op een gegeven moment die overvloed krijgt, of tenminste een veel meer goedkoper energie krijgt in de vorm van waterkracht. Dus laten we dat ook merken. Ja, ja toch? Dan kun je zo'n pano de van Oudu, want ik geef aan dat je ja,
verhoogde prijs vanwege dit en dat en zo en geen subsidie meer. Maar binnen Aheersan dat heb je ook deze ontwikkelingen van het goedkopere energie die in grotere mate ter beschikking is. Zodat de megaprijs fluctueert op die zo. Dus als ik u goed begrijp, C47 heeft deze voorstellen wel voorgelegd aan de regering. Ja, klopt. En tot nu toe geen antwoord. We zijn via het tripartiet overleg. Ja, via het tripartiet overleg zijn we. Voor een aantal van deze aspecten in bespreking. Dat is het forum waar we een aantal zaken presenteren. Dus minimumloon is daar, dat van die goudbedrijven is daar. Maar als C47 hebben we dus ook een aantal specifieke issues die we met de regering willen bespreken en die niet van de grond komen. Dan, we hebben enorme problemen met ontwikkelingen binnen staatsbedrijven. Ja, toch? Omdat we vinden dat de bedrijven zijn zwaar gepolitiseerd. Ja, toch? Mensen worden geaccommodeerd, alles wat staan dat. Ja, toch? Nu hebben we een probleem met Grasalco, alles wat broeien. Weet je? Dus daar willen we specifiek met de regering over praten. En jammer genoeg, wist je dat de regering niet respondeert naar FASI. Voor contact met Tori dat. Dus C47 wil de kwestie van de staatsbedrijven op de operatietafel leggen. Ja, dus we hebben een specifieke issue die we met de regering gaan bespreken. Dat heeft specifiek te maken met dat van de invulling van de RVC's binnen staatsbedrijven, waar we afspraak over hebben. Ja. Maar een kwestie die zie voor staatsbedrijven in de algemeenheid. We organiseren een heel workshop thing. We moeten alle staatsbedrijven. En dan heeft de C47, want C47 heeft het grootste aantal onder zijn. Voor moxie, voor contact over, zijn er de problemen daarbij. En dan gaan we los zijn op. En dan wil stel eens naar de regering. Over het beleid naar staatsbedrijven toe. De straat.